Ja, goedemiddag. Hier zijn we al terug, want nu gaat de actie hier op het podium starten. Dus welkom, welkom, welkom op Monnikeneide Feest. 50 jaar jong en 50 jaar dynamisch en bruisend in de zorg voor mensen met een beperking. En dat gaan we vandaag extra vieren, met heel wat activiteiten. Ik kan zeggen, ik sta nog een beetje wankel op mijn benen, want ik ben net de hoogte ingegaan. 37 meter, prachtig. Moet je zeker doen als je de kans krijgt. In indrukwekkend beeld. Maar nu gaan we u niet laten lopen. We laten mensen u drinken brengen, we laten u pannenkoeken brengen of alle andere dingen om te eten. Maar we gaan nu vooral genieten van de mooie dingen die er hier op het podium gaan gebeuren. En het eerste optreden, ja, daar kun je al niet naast kijken, hè. Want hier staan een hele ploeg gasten en begeleiding van de Lora. Die gasten van de Lora die heel veel goesting hebben om er hier als eerste een lap op te geven en hier op te treden. Ze gaan hier een medley brengen van alle vrolijke liedjes. En ze gaan proberen jullie ook van jullie stoel te krijgen. Je gaat niet moeten blijven zitten. Je gaat er mee mogen invliegen. Dames en heren, jullie allersympathiekste applaus voor de gasten van de Lora. Ja, dames en heren, zijn jullie klaar voor een feestje? Ja! Wij gaan ervoor zorgen. Onthoud goed op welke tafel dat je zit en welk drinken dat er voor je neus staat. Want het kan wel zijn dat het in dit nummer wel eens kan misgaan. Dus als je al zin hebt om recht te staan, dat kan. En dan zal je wel zien wat er verder gebeurt. Wij zijn Dagcentrum Lora op 50 jaar Monnikeneide. Oké, die handen in de zij. En schudden met die billen! Oh baby! Yes! Kom maar, Mieke! It's like asking for trouble, going round just like that. You were a permanent reminder of things I'd never forget.
En niemand mag blijven zitten. Niemand mag blijven zitten. Ja, het is toch niet gedaan. Het is toch niet gedaan. Staat voor de deur. Ik heb even genoeg, altijd datzelfde gezeur. Het is nu tijd voor even wat gezelligheid. Ach, laat ze maar praten, ach, laat ze maar doen. Ik hoor het wel maandag, wat ik weer moet doen. Samen in koor, ik voel het aan, ik laat me gaan. Het is weer tijd voor de polonaise, een feestje bouwen we op deze wijze. We hebben dit al veel te lang niet meer gedaan. Dansen, zingen, denk nog niet van morgen. De dame van het taxi-trip, Samantha Laura Lynn. Jawel! We zagen elkaar op het strand en gaven elkaar toen een hand. Mijn gezicht. Ik zie jou
Het zijn de laatste woordjes. Centrum Lona, en jullie waren een fijn publiek. Dankjewel en nog veel plezier met de volgende act. Dames en heren, dat is hier toch ongelooflijk een ambiance groepje, hè, die mannen van de Lora. Nog eens een extra applaus voor de Lora. Die komen elke dag met heel veel goesting hier werken in het dagcentrum. En de begeleiders even goed, want die vinden het even plezant. Dus dat is kei tof, hè? Dat is kei tof. Voorzichtig mogen jullie van het podium. Hoe was het met de Polonaise? Alles goed? De Polonaise zat toch niet in de mayonaise? Ah, oké. Okay. Want ik heb mayonaise gezien op de borden, hè, van de mensen die heel lekker gegeten hebben. Hè. Je hebt geen mayonaise dans gedaan, Doreen. Allee, dat is goed. We maken nu plaats. Mannen van de Lora, jullie hebben dat schitterend gedaan. En we gaan nu plaats maken voor de vrienden van de Vlinder, van het kortverblijf, die altijd als eerste paraat staan om op te treden op de feesten. Hè. En waarom dat is, dat ga ik zelfs nog eens heel speciaal zeggen. Ja, terwijl dat de mensen van de Vlinder zich rustig aan het opstellen zijn, hè, die hebben daar tijd voor, we zitten goed op schema, wil ik toch speciaal iets vertellen. Want als ik vertel dat wij vandaag onze 50ste verjaardag vieren, hè, of dit jaar, dan betekent dat dat 50 jaar geleden hier in Monnikeneide, in Zoersel, begonnen is. Begonnen met zorg te organiseren, heel kleinschalig, maar stilletjes aan doorheen de jaren gegroeid. En met wat is dat begonnen? Met het kortverblijf. Het kortverblijf was het allereerste dat er was. Want toen vonden de mensen die Monnikeneide hebben opgericht het ook al belangrijk dat we iets zouden organiseren om papa's en mama's, ouders, grootouders, thuis te ondersteunen om de zorg goed te kunnen blijven dragen. Door eens een keer een weekendje aan te bieden, een weekje, een maand, of wanneer dat iemand ziek was, door te zorgen dat er hulp was. Zo is het hier in Monnikeneide gestart. 50 jaar geleden. En we vinden dat nog altijd schitterend, dat toen onze stichters, hè, dat idee hadden, de mensen die gezorgd hebben dat het kleine Monnikeneide toen, van toen ondertussen een grote speler geworden is. Waarbij dat we elk jaar 500 cliënten helpen in al onze werkvormen, hier zowel als in het Goorijnd. En we gaan dat een paar keren doen deze namiddag. Hè? Maar om het kortverblijf extra aan te moedigen in een optreden, en omdat het met hen allemaal gestart is, vind ik dat we nu een eerste keer langs onze leven mogen zingen. Want zij verjaren eigenlijk, hè. Dus voor het kortverblijf. Nee. Ah, wacht. Oh, we gaan dat straks waarschijnlijk doen. Ik ga dat nu nog even niet doen, maar we gaan dat wel in ons achterhoofd houden. Hè? Dat wij waarschijnlijk onze verjaardag gaan vieren vandaag. Hè? Ondertussen, ik vind dat altijd zo mooi van hieruit. Iedereen een beetje zenuwachtig. Sta ik op de juiste plaats. Zeg, jullie hebben toch geen dorst, hè?
Want anders moeten zwaaien en dan komen ze jullie altijd helpen, hè. Christine, heb je al dorst? We moeten goed zwaaien, hè. Goed, ondertussen is het ook mooi om te zien hoe dat heel veel mensen hier met prei en pompoenen en brood en koekjes voorbij lopen. Allemaal heel eerlijke, lekkere producten van onze werkweek en onze werkweekkraam. Dus als je nog geen eten hebt voor vanavond, dan moet het heel rap zijn. En dan vind je nog wel ergens een stokje prei. Ja? Zoals ik daarnet zei, ik ben ook al met de kranen van Hermans Heftrucks ben ik al de lucht ingegaan, 37 meter in de hoogte. Een prachtig zicht over Monnikeneide en de omgeving. Het is ook echt wel mooi waar dat wij hier zitten. Het is echt wel mooi. Goed, ondertussen is dat hier al aardig volgelopen achter mijn rug. Dames en heren, nu al een bemoedigend applaus voor De Vlinder. Hallo iedereen, wij zijn De Vlinder en wij komen onze 50ste verjaardag vieren. Wij zien er al heel feestelijk uit, maar ons podium is nog niet zo goed ingekleed. Dus wij hebben jullie hulp nodig om al onze spullen te zoeken. En een Danny, mijn helper, die gaat ons helpen om alle spulletjes te verzamelen. Goed? Ja? Maar om die spullen te verzamelen, hebben wij een checklist nodig. Is er iemand die mij kan helpen met een checklist? Naomi, kun jij mij helpen? Ja? Oh, ben benieuwd. Ola, dat ziet er wel heel groot uit. Danny, we gaan eens kijken. Wat hebben wij als eerste nodig op onze checklist? Ballonnen. Heeft er iemand al onze ballonnen gezien? Oh, Arthur, heb jij onze ballonnen al gezien? Waar zijn de ballonnen? Nee, dat is onze vlinder. Gaan we nog een beetje verder moeten zoeken? Waar zijn onze ballonnen naartoe? Is er iemand in het publiek dat het ziet? Oh. Of staat hij hier? Goed. Het is een gele doos, denk ik. Als eerste kotje afvinken. En een handige sticht bij Naomi. Vink ze maar af. Het volgende op onze lijst is... Danny, wat is het volgende op de lijst? Kijk eens. En wat is dat? Een taart. Daar staat van onder, hè, Danny? De slingers. Slingers. Oh, heeft er iemand al slingers gezien hier vandaag? Arthur? Waar zijn de slingers, Arthur? Ah, dat is ook inderdaad een slinger. En hier hebben ze ook al een slinger gehangen, hè? We hebben een beetje geluk. Hè? Onze slingers al op. Hangen al op voor ons feest. Oké, dan mag Naomi al een streepje zetten bij de slingers. Ja,
Oké, het volgende op de lijst. Wat is het volgende, Naomi? Een glas. Een glas. Heeft er hier iemand glazen gezien? Arthur, heb jij ze gezien? Oh, daar. Je mag ze op ons tafeltje zetten. Ja, goed. Ja. Dan mogen we onze glaasjes af. Oké, dan gaan we de lijst een beetje opschuiven. We werden allebei verliefd, wie had dat ooit verwacht? En zo zat er in onze liedjes veel meer dan je vriend en de bleven. Het volgende dat we nodig hebben voor ons feestje, Danny, zijn... De cadeautjes. De cadeautjes. Is er iemand die cadeautjes heeft gezien? Arthur, weer al? Ja? Daar? Ja, hier staan de cadeautjes inderdaad. Goed gezien, we zullen eens gaan kijken bij de cadeautjes. 1, 2, 1, springen Nicole. Nicole. Oh, en Nicole zit in het cadeautje. Amai zeg. Dan mag Nicole mee aan tafel gaan zitten. Oh, en dan mogen de cadeautjes ook afgekruist worden. En als laatste, wat hebben wij nodig van lekkers voor ons feestje? Champagne. Champagne? Maar dat zit al in de glaasjes, hè? Ja. Een lekkere... Taart. Taart, een lekkere taart. Heeft er iemand een lekkere, lekkere taart gezien? Hier? Achter de nanny? Oh, amai, dank u, baboe. En Arthur? Kijk eens aan, een lekkere taart voor onze 50ste verjaardag. DJ. Ja. En dan, als laatste gaan we ook wel een liedje zingen. De DJ gaat ons daarbij helpen. En iedereen mag meezingen. Van de Vlinder. Goed, dames en heren, jongens en meisjes, grote en klein vedetten. Eigenlijk zijn we allemaal grote vedetten, maar vandaag zijn wij enorm blij dat bij dit feest, naar aanleiding van 50 jaar Monnikenijden, zoals we hier altijd kunnen feesten, dat we hier iemand op de planken kunnen zetten die volgens mij een echt feestbeest is. Die houdt van plezier en ambiance. En anders ja, dan weet ik het niet. Want dames en heren, voor jullie allemaal, hier is Margriet! De ambiance kan hier niet meer stuk, hè? Alles oké, dames en heren? Ja! Hartelijk welkom, maar jullie zijn hier al even, hè? Aan alle supporters en bewoners en familie van Monnikheid. Ik ben zo blij dat ik hier eindelijk eens geraakt ben. Want ik heb er al zoveel van gehoord, hè? Maar alles oké hier in Monnikheid? Ja! Ik stel voor dat we beginnen met ons eerste liedje, maar ik hoor juist zeggen... Ik hoor juist zeggen in mijn oor dat ik de directeur, Johan... Waar staat hij? Ah, moest feliciteren met zijn nieuwe broek.
Sorry, Johan. Geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Niets houdt me tegen. Ik kan vliegen zonder vleugels over alles heen. Dit liedje, dat ooit nog meegedaan heeft aan het Eurovisie Songfestival voor Nederland. Maar jullie gaan het kennen van Mama's Jasje. Ken je Mama's Jasje? Voilà. En zing maar lekker mee, jongens. Daar gaan we. Oké. Okay. Ik weet niet wat er is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen. In mezelf te dromen, kent het? Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daarmee al die mensen. Laat me nu maar gaan achter de
wel, lieve mensen. Dank u wel allemaal. Terug naar de kust. Een liedje dat niet gewonnen heeft op het Eurovisie Songfestival. Maar dat moet niet altijd. Het zijn niet altijd de winnaars die we blijven onthouden. Hè. Dat is waar, hè. Denk maar eens aan Natalia. Die heeft ook niet gewonnen, maar ze wint wel, hè. Ze is wel gewonnen, hè. En de nummer 1, die zijn wel een beetje vergeten daar. Ik weet dan niet meer hoe dat er heette. Is er al lang gestaan, maar... Ja, wat een dier. Maar ja. Ik neem 1, maar ik weet niet meer zo. Even hard of iets, kan. Weet ik jullie het nog? Waar zitten de quizzes hier? Peter, juist. Jij! Yeah! Peter Evenaars toch? Ja, geweldig. 10 op 10, mevrouw. U hebt de quiz gewonnen. Van de tweede ronde. Pas op, ooit heb ik zelf ook nog stille ambitie gehad om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. En ik had een liedje geschreven, het klonk een beetje Grieks. En ik kwam daaraan bij de VRT. Pas op, dat is ondertussen bijna 30 jaar geleden. En ik denk 50 kilo. En de VRT vraagt aan mij, of ze bekijken mij. En ze zeggen, heb je een liedje meegebracht? Ik zeg, ja, ik heb een liedje meegebracht. Ze hebben mij toen gewikt en gewogen. En te zwaar bevonden. Maar ik heb een liedje mogen zingen. En eigenlijk is dat toch een klein beetje de start van mijn carrière geweest, dames en heren. Jullie weten dat niet meer, ze mannen. Want dat is 30 jaar geleden. Wie is er hier al 30 jaar hiervan voor? Geen ene, hè? Jij? Geen ene, dat is... Ah, net. Oeh, wat een poppetje. Er zijn er enkel, maar die zijn zo slim om hun vinger niet op te steken. Nee? Ik zou het toch niet doen. Dat staat er in een zaal. Een collega van mij vroeg, wie is er hier allemaal 70? Stak er geen ene zijn vinger ervan. Ik vond het geweldig. Ik zeg, wie vraagt er dan zoiets? Ik moet zeggen, wie is er hier 50 plus? Dat klinkt een beetje acceptabel, hè? Amai, amai, pas op, ik hoor ook met clubjes, hè. Lieve mensen, dit was mijn liedje. Ik kreeg van de vakjury 3 punten. Ja, geweldig, hè? Ze wilden zeker zijn dat ik niet ging. Amai. Maar ik ga het toch zingen. Ik ga het toch zingen. Het klinkt een beetje Grieks. Zeg maar, en je mag meedansen, zo. Kent u dat? Zo, 1, 2, 3. 1, 2. Voilà, daar gaan we. Kom op. Ik vaar met je mee. Trek uit mijn haven, visser, oh neem me mee. Ver weg over het water, geroepen door de zee. Soms alles tegenstroom, volgen we onze droom. Wij samen door de golven. Ik wil het leven vol avontuur. Ik ga met je mee op zoek naar een land en blind van vertrouwen met ik iets in je hand. Oh, ik ga met je mee. Vergeet hoe het begon. We voelen in ons hart de warmte van de zon. Ik wil alles vergeten, visser, ja, vaar maar uit. Ik wil een nieuw leven, kom deel met mij de schijn. Ver weg van elke druk. Ik ga daar rond aan.
En voor mijn volg... Oh, sorry. Ik hoorde er in één keer hoe uit dat dat stond. Voor het va- Dag, brave vriend. Alles oké? Okay? Je ziet er nog 15 jaar uit, jij. Nieuw kostuum. Chique, hè? 56? Godverdomme, goed bewaard gebleven, jij. Zeg, dames en heren, jongens, meisjes. Vorig jaar vier ik van mijn stoel. Want ik won de zomerrit. Wie had dat kunnen denken, zeg? Zo'n oud doos. Maar ik bedank alle mensen die toen voor mij gestemd hebben. Echt wel, dank u wel. Ik vond dat fantastisch. Dank u wel, Vlaanderen. En vooral dank u wel, Kempen. Echt wel. Ja. En ik zeg ook altijd dank u wel aan degenen die niet gestemd hebben. Want dan hebben ze ook niet op die ander gestemd. Hè? In ieder geval, dames en heren, echt wel. Dat was een verrassing van mijn leven. Ik vond het geweldig. En ik stel voor dat we nu ook deze namiddag hier allemaal nog lekker blijven. Ja. Wacht, oh, oh. Ja. Maar ik had gevraagd of er een paar enkele waren die zin hadden om met mij te dansen hier op het podium. Maar we gaan er maar een stuk of zes toelaten, hè, mannen, want anders zakken we door, hè. Wie gaat dat hier begeleiden? Waar is Ilse? Je moet meedansen, hè. Kom maar naar boven, ik tel tot 6, 7 en dan is het gedaan. Kom maar. 1. Doorschuiven, doorschuiven. 2, 3, 4, 5. Hoe moet dat nog? 6, 7. Dag meisje. Kom maar, vent, jij mag zeker mee. Jij mag. Kom maar. Ja, ja, ja. Oké, okay, stop, hè, stop, hè. Oké, oké. Zie je mij nog staan? Zeg, mannen, je kent het liedje, hè? Lekker blijven hangen. Ik ga beginnen met zingen. Ik begin met zingen. En van het moment dat dat rapper wordt... aan de klankman een klein beetje minder stem in de monitor. Want ik vrees dat het anders gaat fluiten. Natuurlijk. Hoe gaan we dat doen? Zo, hè, mannen. Zo, hè. Schatje, jij zit eigenlijk te veel. Je kunt er niet mee bij. Dan moet hij helemaal van die kant gaan staan. En stop, stop, stop. En nu niet meer. Oké? Okay? Hoe gaan we dat doen, mannen? Zo, hè? Voilà, dat is zo. Dames en heren, u mag ook allemaal meedoen, hè? Een beetje turnoefening kan geen kwaad, hè? Oké, okay, dan gaan we lekker blijven hangen. Maandagochtend aan de zee. Het is nog veel te vroeg. Wauw, dat je dat fijn had. Gezellig in de kroeg. Maar is nog een drukke week. Het gaat nooit snel genoeg. Want ik wil wel weer zo graag. Lekker bij de haaien. Ach, je drukke lekker. Maar het is helemaal geniet. Met mijn hoofd op de dossiers, ik ken de plek. Kijk eens op de klappen, jongens, wat een pot verdriet. Want... lekker met me hangen. Oh, 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 oh. Lekker met me. We gaan op zee kijken, en daar allemaal. We gaan allemaal daar kijken. Morgen rijden, kom naar jullie toe, want ik wil alweer zo graag.
En we willen allemaal graag, hè, mannen. We dansen allemaal graag, hè. Hoor je mijn stem niet? We gaan samen zingen. Klaar, hè? Oh, lekker blijven! Ja! Nog eens! Lekker blijven hangen! Nog eens! Is het hè? Het is zo goed als we het gehad hebben! Lekker blijven hangen! Hey! Geef ze een heerlijk applausje, dames en heren! Onze vrijwillige standmannen! Maar voorzichtig, hè. Ja, de rubber hier is geweldig. Let op je groetjes doen, dat is een ding. Dat is een ding. Ik ga dat zeker doen, schatje. Ik ga dat... Voilà! Ja, maar ik kom zelfs. Mooi. Left.